Daarna is het de beurt aan de mannen. Cedric de Keirsmaker is Europees en wereldkampioen bij de middleweight en neemt het in zijn kamp op tegen Ruslan Nigmatulin. Net zoals Peters is de Keirsmaker dit seizoen nog ongeslagen en hij wil dat graag zo houden. Hij begint met een rake high kick. De twee tasten elkaar wat af in de eerste ronde, maar de Keirsmaker haalt een paar keer stevig uit. Nigmatulin moet door de knieën. In de tweede ronde probeert hij Nigmatulin zelf het commando over te nemen. Hij gooit enkele mokerslagen op het lichaam van de Keirsmaker. Die is helemaal niet onder de indruk en countert goed. Dan zitten we in de derde en laatste ronde. Nigmatulin weet dat hij nu punten moet sprokkelen als hij nog wil winnen. Hij start als een raket. De Keirsmaker voelt dat zijn opponent stilaan moe wordt. Een high kick brengt hem aan het wankelen. Nigmatulin verandert zienderogen in een bokszak. De Keirsmaker wint zo al bij al makkelijk zijn partij. Maar het leek makkelijker dan het was. In het begin is hij heel gevaarlijk, hij heeft een hele harde rechtse. En ik liet hem even doen tot hij ontplofte en dan heb ik overgenomen met een hoge trap en zo kon ik hem vangen. Ik wou zorgen dat de mensen ook iets te zien hadden dan meer dan een technische partij gewoon. Ik wou ook wel een beetje oorlog maken. En nu is het als wereldkampioen vooral vooruitkijken. Oh, ja. Het zou nog eens plezant zijn dat ik hem internationaal ook mag verdedigen, maar we zullen wel zien wat er komt. Hè. Je bent nog maar 26, er ligt nog een hele toekomst voor jou open. Ja, ik probeer wel als ik blessure vrij blijf, dan probeer ik dat mijn loopbaan aan te houden.